Welkom bij weer een uitleg van de Economie Academy. We gaan het deze keer hebben over tekorten en schulden van de overheid. We bespreken hoe je een begrotingstekort van de overheid uitrekent, hoe je het financieringstekort uitrekent, wat het verband is tussen het financieringstekort en de staatsschuld, hoe de staatsschuld van de overheid wordt gefinancierd, waar de afkorting EMU voor staat en wat de EMU-voorwaarden zijn. Die hebben te maken met het financieringstekort en met de staatsschuld, om deel te nemen aan de euro. Nou, ik wil beginnen met een voorbeeld uit je eigen praktijk. Misschien heb je zelf wel eens een schuld gehad. Nou, ga er bijvoorbeeld vanuit dat je begin 2013 een schuld had van 100 euro... en je komt in 2013 zelf 9 euro tekort. Dan is je schuld toegenomen tot 109 euro. Maar stel nou dat in dat tekort van 2013 ook een stukje aflossing zit op de schuld. Bijvoorbeeld een aflossing van 3 euro. Dan moet je die 3 euro van je schuld afhalen, want die los je immers af. En dan kom je uiteindelijk erop uit dat je eind 2013 een schuld hebt van 106 euro. Nou, op een vergelijkbare manier gaat het ook bij de overheid. En dat gaan we nu doornemen. Als de overheid meer geld uitgeeft dan dat ze binnenkrijgen, aan belastingen bijvoorbeeld, dan spreek je van een begrotingstekort. Stel bijvoorbeeld dat de overheid 100 miljard uitgeeft en 90 miljard binnenkrijgt, dan hebben ze een begrotingstekort van 10 miljard. In die uitgaven van de overheid zit wel 5 miljard aflossing van de staatsschuld. Daar komen we zo meteen op wat we daarmee moeten doen. Begrotingstekort is gewoon het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten, waarbij de uitgaven natuurlijk wel groter zijn dan de inkomsten, anders hebben we geen tekort, maar een begrotingsoverschot. Hoe komen we nou op het financieringstekort? Nou, dan nemen we het begrotingstekort, die 10 miljard, dan halen we daar de aflossingen op de staatsschuld af, dat was die 5 miljard, en dan komen we er dus op uit dat het financieringstekort 5 miljard is. Dat betekent dat de overheid 5 miljard moet bijlenen. Wat voor invloed heeft dat nou op de staatsschuld van de overheid? Nou, stel dat de overheid 1 januari een staatsschuld had van 282 miljard euro. Dan neemt die staatsschuld toe met het financieringstekort van 5 miljard. En aan het einde van het jaar heeft de overheid dus een schuld van 287 miljard euro. Dus het financieringstekort staat gelijk aan de toename van de staatsschuld. Heeft de overheid dus een financieringsoverschot, dan betekent het dat de staatsschuld afneemt. Hoe wordt de staatsschuld nou gefinancierd? Nou, we weten dus dat die ontstaat doordat we meer uitgeven dan dat we binnenkrijgen. Om die schuld te financieren geeft de Nederlandse overheid obligaties uit. In dit geval een obligatie die begint op in januari 2008 en loopt tot januari 2011. En op deze obligatie krijgen we 4% rente per jaar van de Nederlandse overheid. En in totaal hoopt of verwacht de Nederlandse overheid met deze obligatie, met deze staatsobligatie, 10 miljard euro op te halen. Die 4% rente is een enkelvoudige rente. Dat betekent dat je over het bedrag wat je aan de overheid uitleent, dat is geen 10 miljard, maar dat is een gedeelte daarvan, dus elk jaar 4% rente krijgt. Dus niet rente op rente. Dus de overheid financiert de staatsschuld met staatsobligaties. De EMU. In het begin kwam die al even voorbij. Waar staat die afkorting EMU nou voor? Daarom neem ik hem eigenlijk ook in deze uitleg op. Omdat er nog wel eens
verwarring bestaat over waar die E voor staat. Want die E staat namelijk niet voor Europese, maar voor economische. De M voor monetaire en de U voor Unie. Het zijn alle landen die één gemeenschappelijk ding hebben, namelijk een gemeenschappelijke munt, in dit geval de euro. Dus de landen die bij de EMU zijn aangesloten, zijn alle landen die gebruik maken van de euro. Waarom laat ik dat nou zien in deze uitleg over begrotingstekort, financieringstekort en de staatsschuld? Nou, om mee te mogen doen aan de euro, moet je als land aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat noemen we ook wel de EMU-normen. En die bestaan uit het feit dat je financieringstekort niet groter mag zijn, dus kleiner moet zijn dan 3% van je bruto binnenlands product. En de staatsschuld moet kleiner zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. Hier zie je een grafiek. Op de verticale as staat het begrotingssaldo, waarbij alles in de min een tekort is en alles in de plus een begrotingsoverschot. En op de horizontale as zie je staan de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het bbp. En dan geven ze met name aan dat de landen in de rode cirkel duidelijk in de gevarenzone zitten. En daarin zie je al een aantal landen staan die op dit moment al heel grote problemen hebben, zoals Spanje en Griekenland. Je ziet ook bijvoorbeeld dat Japan een staatsschuld heeft die bijna 200% van hun bruto nationaal product is. Nederland zit in de risicolanden. Staatsschuld is om en nabij de 65% van ons bruto nationaal product. En we hebben, afhankelijk van de conjuncturele situatie, maar de laatste jaren gaat het niet al te best, een tekort van zo'n 3%. Dus we zitten net op de grens. Je ziet bijvoorbeeld dat Noorwegen een overschot heeft op de begroting van zo'n 8-9%. Dat kan te maken hebben met het feit dat Noorwegen als enige land in Europa aardolie in de grond heeft zitten en op die manier aardig wat inkomsten kan genereren. Nou, hier nog als laatste een artikel uit nu.nl waarin staat dat de Nederlandse staatsschuld in 2011 oploopt naar 338 miljard euro. Dan heb je een beetje een idee van hoe groot die schuld is. Dat laat ik je vooral zien omdat natuurlijk de rentelasten op zo'n grote schuld behoorlijk op kunnen lopen. En zo zie je bijvoorbeeld dat die rentelasten in 2011 geschat worden op 12,9 miljard euro. Dus alleen dat is al weg aan rente. Daar krijg je dus eigenlijk niets voor terug. Dus daarom is het dus als land erg belangrijk om je staatsschuld zo laag mogelijk te houden. Want dat betekent dat je minder aan rente hoeft uit te geven. En dan kan je dat geld mooi gebruiken voor andere dingen, als bijvoorbeeld het verbeteren van je infrastructuur. Ja, tot zover de uitleg over de tekorten en de schulden van de overheid. Mocht je meer uitleg willen hebben, moet je even kijken op het YouTube-kanaal van de Economie Academy. Ik wens je in ieder geval veel succes en wie weet tot de volgende keer. Dag!